En ik kreeg nou pas vanmiddag thuis en toen lag een volk. Ik heb nog wel één bericht, mannen. Frits is de komende periode. Je kunt hier nog gaan piepen. Dan zie je het, Edwin. Wat het is. En dan moet ik een keuze maken, afwijzen of opkomen. Ja. En ik opkomen. Dan wordt die informatie verstuurd. En dan zie je ook daar op het bord. Nou, nou laat ik eens zien. Oude kringloop Brandenburg. Oude Vierstrek. Ploeg vrijwillig, chauffeur. Nu gaat hij laden en dan zie je straks de naam zijn die op opkomen. Ja, kan alle kanten. 35. Oké. Schipper. 35, de RC. Aan de punt. Alles erbij. RC35. Uitdrukt. Eerste weg. Kringloopwinkel. Ongeval. Met brand. Ja, dat is correct. Het betreft de kringloop. Maak de indicatie aan het ongeval. En dan bij de commerce links. Dan de kaai op. Ik zie niet uit branden zijn die gevolgd hebben. De enkel waaruit uit de ambulance plus minus 15 tot 20 minuten. Waaruit in het geluid goed. Wie kent er de komerslager? Nee. Geen. Nee. Goed, 4 man aan de lucht. 35, 33, heb jij beeld? Iedereen even uitluisteren bij je motorway. Ja. 45, 50 hier dan, zeg. Uitluisteren bij je motorway. Achteruit terug. Moet hier aan de achterkant mee. 45, 33, ten eventueel te vinden, terug te brengen naar buiten. Ja. Ja? Mocht er bijzonderheden zijn, dan hoor ik het. Ja? Ja. 3 en 4. Zak doorgevoerd. 1 en 2 zijn op rechts. Keus er al hoog terug afleggen. En ik ga op links. Oh, ja, ja, ja. Hij is nu aan het kijken met de camera of ze eventueel slachtoffers zien liggen. Dat gaat op warmte. Ja. Maar het is wel warm als het nu is. Ja, maar een lichaam bijvoorbeeld. Dat is weer anders. Ja, daar zie je een lichaam op. Zo zie je. Kijken. En dan zie je gewoon de warmteplekken nog zitten, zeg maar. Ik heb een beetje het gevoel van een huisfeest. Ja? Ja, ga maar halen. Ga jij met deze maar beneden? Ja. Oh, dit is geen fles, man. Die grote ladder hier, die doe je dus om te controleren. Of de branddoorslag van boven zit. En je ziet niet altijd de vlammen er meteen uitslaan. Van binnen zie je de vlammen niet, of hoe het zit. Nee, nee, nee. En van boven heb je meestal veel beter te kijken. En jij bent vanavond in het, maar vooral ben jij eigenlijk? Ben je, ik jou begeleider? Ja, ik ben begeleider, ja. Maar normaal gesproken zou jij ook gewoon mee rennen. Ja, 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 ja. Goed, of is iedereen die er nu bij is gewoon getraind? Dat doet hij. Mannen met de blauwe hesjes, dat is de oefenstaf.
En die stuurt bij en die zegt en die evalueert ook, die zet ook de eindevaluatie in gang. Ja, ja, ja. En dat doen we eerst met je clubje waar ik mee gedaan heb. En later in zijn geheel over het hele incident. En John, hoe lang doe jij het nu al vak? Lang zit jij in het vak? 33 jaar of zo. Dat is echt best wel lang. Ja, veel te lang. En als je nou zoals Krekkie staat, zie jij nou ook dingen die je zelf anders zou doen of die je misschien... mag je dat niet zeggen? Nee, ja, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Die brand moet geblust worden op een veilige manier. Ja, ja. Nu zie je bevelvoerders van verschillende eenheden. Dus dat is waarschijnlijk de bevelvoerder van de andere kant. Die maakt bekend bij die officier wat hij aan het doen is. Hij maakt aan de officier bekend wat hij aan het doen is. En uiteindelijk kom je tot blinde vlekken en dan moet een officier op ingrijpen. En die gaat die invullen. En dit zijn ook niet allemaal jongens van dezelfde kazerne? Nee. Nee, allemaal verschillende posten. Ja, allemaal verschillende posten. Maar jullie kennen elkaar uiteraard allemaal wel. Ja. Ja, ja. 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 Dat, dat zou niet goed weten. Ja, maar hoeveel brandweermannen hebben we hier op Walcheren? Weet je dat? Dat ik het niet weet. Heb ik over 100? Meer. 500? Meer. Ja? Ja, niet meer dan 500, maar ik denk zo rond de 200. Nou, dat is toch echt wel veel. Dat is jammer te kennen. Dat is een gok, hè? Ja, ja, ja. We hebben hier te maken met een stevige ontwikkelde brand. Laurijnstraat. Nu melding. Prio 2 buitenbrand. Dat is een echte. Ik weet niet waar ze staan en of dat ze hulp nodig hebben bij inpakken. Want er was een onderbezettingsmelding die is naar de OVD gegaan. Maar dat is ook niet. Ja. Dat is buiten gewoon, dan is er gewoon een echte brand. Ja, dat gebeurt. Het Heb je een speciale tank voor? Ja, ik heb echt iets groter gereedschap nodig, die weegt ook iets meer. Het is bijna gewoon spul. En die heb je ook in de schaar natuurlijk. Maar het werkt allemaal wel. Als je het niet hebt over dit, maar over branden, dat op een bepaald soort groot vuur, dat je toch daar denkt van, nou, dat was echt een vuur, dat heb ik zelf nog nooit. En dat je uren bezig bent, bij wijze van spreken. Over. Weet je, voor een brandweerman is een kleine brand, middelbrand, is leuk. Maar grote brand is niet meer leuk, hoor. Nee. Want dan ga je toch vanaf buiten met veel water, ja. Dan valt er niks meer te redden. Nee. Dat zijn meestal de branden die het langs duren. Ja. Maar dat zijn voor mij tenminste... Dat doe voor mij niet meer zo. Nee. Middelbrand vind ik gelukkig even de tegenaan. We hebben ook niet knallen. Zo vaak van die grote branden, toch? Nee. Die hele grote. Nee, dat wordt wel even minder. Ja. Ja. Maar ik zie nu dat het pand waar we nu kijken, dat dit is
dit is wel een klassieker als dit inderdaad gaat branden. Maar dan moet je niet denken dat we daar nog naar binnen gaan. Ja, misschien om een grijpreddingje te doen, maar er zit zoveel brandblas binnen, dat is gewoon een gevaar voor je eigen mensen. Ja. En ook gewoon de spullen die erin staan. Wat is de overlevingskans van de mensen die dan nog binnen zijn? Ja, die is niet heel.